De Nationale Assemblee heeft vandaag de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van het wetboek van strafrecht en regels ter preventie en bestrijding van corruptie, de anticorruptiewet, voortgezet. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misikaba, staat de anticorruptiewet een no-nonsense en zero-tolerance beleid voor. Hij is dan ook blij dat in het ontwerp een artikel is opgenomen waarbij de staat alles kan terugvorderen wat op een oneigenlijke manier is verworven. Met dit wetsartikel kunnen we gemakkelijk af van veel opzettelijke en onopzettelijke fouten die worden gemaakt om zichzelf dan wel derden te bevoordelen, zegt de parlementariër. Lid 5 van artikel 16 is heel erg belangrijk. We vragen aandacht van een ieder, want ook voor de burger is het van belang te weten wat hier staat. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 zijn de besluiten en alle rechten die in strijd met de wettelijke voorschriften als bedoeld in dit artikel zijn verleend, alsmede de daaraan verbonden rechtsgevolgen van rechtswege nietig. Dat betekent, voorzitter, if you drive a nangawa ambtenaar voor grondinspectie of domeinkantoor en u krijgt een stuk grond, is het nietig. Om maar een voorbeeld te noemen. Als duidelijk blijkt dat er inderdaad corruptie is geweest, dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt, voorzitter, van bevoegdheid, dat een wettelijke voorschrift is overtreden, zoals we een scala van die dingen hebben in de praktijk van vandaag, voorzitter, en de praktijk van jaren die we hebben, en ik blijf even op RGB. Hier zeggen we, die handeling alitisai kisi is nietig. Artikel 18 van de anticorruptiewet gaat een stapje verder. De staat krijgt daar de mogelijkheid tot terugvordering van oneigenlijk verkregen middelen. Bij het zogenaamde kaalpluk-artikel is gekeken naar de buitenlandse wetgeving op dit stuk, met name de Nederlandse wetgeving, zegt Misikaba. En ik wil bijna applaudisseren voor deze maatregel. Ik zei u eerder dat we niet over een nachteis zijn gegaan, maar goed hebben gekeken naar de wet. We hebben gezorgd dat we een sterke anticorruptiewet hebben. Ik zei u eerder, deze wet ademt twee dingen uit. No nonsense en zero tolerance. Artikel 20, voorzitter, artikel 19 en 20, daar wordt gesproken over de opsporings- en strafbepalingen. En in artikel 20 lees ik, de publieke functionaris die niet voldoet aan de verplichting op grond van artikel 12 lid 1, en die van die mandaal legde ik daar net de nadruk op de verklaringen die wij, wanneer deze wet is aangenomen, ongeveer uitgaande van dat de wet gelijk wordt bekrachtigd en afgekondigd, ongeveer zo eind november, wij die hier werken, onze verklaringen gaan moeten indienen. De wet stelt hier, als je niet voldoet aan die verplichting, word je opgesloten en de maximale straf is 4 jaar. André Misikaba, NDP-fractieleider, tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs voor de anticorruptiewet. De behandeling van dit wetsontwerp is vandaag voortgezet in het parlement. Misikaba verwacht dat tegen eind november de wet moet zijn aangenomen, bekrachtigd en afgekondigd.